Welkom allemaal bij deze weekendboodschap voor 26, zeg ik het goed? Nee, 27 en 28 april is het al het aankomende weekend. En we gaan kijken welke boodschappen er naar voren mogen komen. Neem alleen datgene mee wat resoneert, laat de rest achterwege. Ik heb de kaarten natuurlijk voorgeschud en er kwamen al wat uiteenlopende boodschappen voor sommige van jullie naar voren. Dus ik ben heel erg benieuwd of het gaat resoneren. Er kwam wat energie van misverstanden, wat probleempjes, tijdelijke problemen wel. Die er dit weekend kunnen ontstaan wat te maken heeft met iemand. Specifiek iemand die je ergens van beschuldigt. Of je de schuld geeft dat iets niet gegaan is zoals het zou moeten gaan. Dat was eigenlijk de energie die naar voren kwam. Voor anderen van jullie gaat er ook een soort van wens in vervulling. En zul je een bepaalde overwinning halen in iets. Dus het kan ook met de situatie te maken hebben met die tijdelijke problemen. Dat je daar uiteindelijk, dat het inderdaad duidelijk wordt dat het om een misverstand gaat. Maar we gaan het zien. En we beginnen met de eerste stapel tea leaves. En daar hebben we ze al, die wolken, die tijdelijke problemen. Universum. En ook deze kaart vloog er als eerste uit tijdens het voorschudden. Ligt nu onder die wolken. Spirituele begeleiding en bescherming tegen het kwaad. Universum. Wat mogen we nog meer ontvangen voor het aankomende weekend 27-28 april 2024? Wat is de boodschap voor het aankomende weekend? Wat ook belangrijk is, is dat je je leven in balans houdt. Het was een kaart die eruit kwam met tea leaves. Maar ook een kaart die tevoorschijn kwam met de Pentakels 2 tijdens het voorschudden van de tarotkaarten. Dus keep your life in balance. Zorg dat je balans weet te behouden. En balans, het kan op allerlei manieren zijn. Het kan te maken hebben met werk-privé balans, met je relaties. Dan hebben we een firecracker, excitement, opwinding. En voor sommigen van jullie ga je dit weekend iets leuks doen. Samenkomen met vrienden of familieleden. Iets gepland, iets leuks doen. Dat kan natuurlijk voor opwinding zorgen. Maar ook het feit dat er iemand je misschien ergens van beschuldigt kan natuurlijk voor opwinding zorgen. Want ik had het gevoel dat voor sommigen van jullie het heel belangrijk is om te zorgen dat je je emoties onder controle houdt, daar die balans in weet te vinden. Wat mogen we nog meer ontvangen, universum? Voor het aankomende weekend 27 en 28 april 2024. Nog twee kaarten. Ja, de tent. Kijk, temporary situation, een tijdelijke situatie. En hier hebben we tijdelijke problemen. Wat mogen we nog meer ontvangen, universum? We hebben een mier, werk, iets bereiken en succes. Dus een bepaald doel wat je voor ogen hebt, wat te maken kan hebben met werk. Of iets waar je het werk in hebt gestopt, want ik zag ook de Pentakels 8. Dus het kan letterlijk met werksituaties te maken hebben, maar ook met dingen waar je aan werkt, aan verbetering. Daar zul je een bepaald succes in behalen. We hebben nieuwe kansen, nieuwe mogelijkheden en paden die zich zullen openen voor je. En hier, zoals ik zei, de vrienden. Getting together with friends. Dus je kunt iets afgesproken hebben om samen te komen met vrienden het aankomende weekend. Onder op het dek hebben we de rups, de caterpillar. De dingen zullen niet altijd zijn zoals ze nu zijn. Er komt verandering aan. Dus heb geduld. Ik zag ook de staven 3. Datgene waar je op wacht of wat je geprobeerd hebt te manifesteren in de afgelopen periode. Dat is onderweg naar je. En ik zie daaronder peace and harmony, vrede en harmonie liggen. En kijk, hier hebben we die overwinning, de V van victory, of de O van overwinning. Universum, wat mogen we nog meer ontvangen? Dank u wel, we hebben twee kaarten, we hebben de staf. Ja, weer een hele mooie energie. Naast die kaart die we net onder op het dek ook zagen van er zal voor je gezorgd worden in moeilijke tijden, spirituele begeleiding. En hier weer, er wordt voor je gezorgd in moeilijke tijden. We hebben ook een korte reis met het paard. Dus het kan zijn dat je inderdaad een korte reis gaat maken.
het universum. Wat mogen we nog meer ontvangen? Nog één kaart voor 27 en 28 april. En dat zijn er 3, 4 zelfs. Maar we nemen ze mee, ze vallen niet voor niets eruit. Ja, situaties die in de weegschaal liggen als het ware. Situations in the balance. Waarbij het nodig is dat je dit met zijde handschoentjes aanpakt. Dus een voorzichtige aanpak is vereist in een situatie. Kan weer met het tijdelijke probleem of een soort van conflict. Gespannen situaties was iets wat naar voren kwam. Een tijdelijke situatie. Dus ben je er ook van bewust. Het is een tijdelijke situatie. En het kan te maken hebben met een vrouw. We hebben een woman. Dealings or a relationship with a woman. Dus een relatie die je hebt met een vrouw. En hier hebben we ze angsten, zorgen maken en ja, gespannen situaties. Waarin je je misschien gaat opwinden met die firecracker. Ja, ontevredenheid met het leven. Dus ik zie ook inderdaad die gespannenheid, die stress, iets waar je over in je hoofd zit. De zwaarde 9 kwam naar voren. Maar we hebben ook dus nieuwe paden die zich openen. En onder op het dek hebben we een sunrise, zonsopkomst, nieuwe creatieve ideeën, nieuwe avonturen en een frisse nieuwe start. Ga terug naar de basis, ligt eronder. Dan heb ik voor jullie de boodschap van een wijsheid van het orakel voorgeschud. En de kaart die naar voren kwam is kaart nummer 42. Deze hebben we wel vaker gezien. En dat is de kaart ruimte maken. Dus ik leg hem hier neer. Ruimte maken. En ik heb de boodschap er voor jullie bij gezocht. Kaart nummer 42, ruimte maken. De wezenlijke betekenis is geaard zijn en nederig. De boodschap van het orakel, er zijn tijden dat je je grote dromen even naar achteren moet schuiven in je bewustzijn, zodat je aandacht kunt besteden aan de eenvoudige klusjes in je leven. Denk eens na over de vraag waarom je een boom eerst moet snoeien voordat je kunt genieten van de mooie bloemen, als hij vol in bloei staat. Het saaie werk waarbij je eerst het dode blad opruimt, de aarde water geeft en het dan aan de natuur overlaat, is een belangrijke stap in de manifestatie. En ook die staven 3 die ik naar voren zag komen tijdens het voorschudden van de tarotkaarten, is een kaart van manifesteren. Dus niet die sterke energie van de magier, maar er is wel iets waar je naar uitkijkt, een visie die je hebt over de toekomst, de lange termijn. En ja, het is belangrijk om dan eerst de taken te doen en waar je misschien minder veel zin in hebt om ja, die manifestatie een succes te maken. Geen aandacht meer geven aan je doel maakt je ontvankelijk. Dat is de dieperliggende gedachte om gehechtheden los te kunnen laten. Als je je op een meditatieve, beschouwelijke manier bezighoudt met de dagelijkse bezigheden, dan maak je je energie schoon en krijg je een aha-moment. Dat je nog dichter brengt naar wat je zoekt. En de boodschap voor de relatie met deze kaart? Niets is nu zo belangrijk als gewoon doen wat je elke dag moet doen. Denk er in je hart aan dat je niet voor alles heel veel moeite hoeft te doen, gepassioneerd hoeft te zijn of dat het een duidelijke betekenis moet hebben. Vriendschappen en relaties komen tot rust wanneer je bewust bezig bent met de taken van alle dag. En dat is heel goed. Hou elkaars hand vast, was af, stook een vuurtje, lees een boek, eet samen, zeg niets, sta voor je uit, zoek sokken bij elkaar, vertel een domme mop en hou adem over om adem te halen. Het werken aan je relatie is op dit moment heel eenvoudig. Wees aanwezig, want het is grappig hoeveel moeite het kost om er gewoon te zijn. Echt, alles is goed. Het is nu tijd om kleine stappen te nemen en grote sprongen te vermijden, zodat je de reis kunt maken die je grootste voorspoed in je leven creëert. Hou je aandacht bij de dingen van alle dag en richt je niet langer op je grote droom. Richt je op de kleine dingen die zich mogelijk hebben opgestapeld, terwijl jij je bezig hield met het groter plan van het leven, dat je graag werkelijkheid wil zien worden. Doe alles met aandacht. Afwassen, de hond uitlaten, noem maar op. Wanneer je dit doet, dan krijgt Spirit de kans om bergen te verzetten en de mooiste wonderen te verrichten. Dus blijf nederig en wees je bewust van het heden. Is de boodschap voor het aankomende weekend. En onder op het dek van de eerste stapel tarotkaarten hebben we een hele mooie energie. De kelken 10. Ja, het staat voor liefde. Je emotioneel lekker in je vel voelen. Liefdevolle relaties. Ja,
happily ever after, een gelukkig huwelijk. Ja, je geliefde om je heen. En dat is ja, de energie die hier doorkomt. En ik ben heel erg benieuwd hoe dat ja, gekoppeld kan worden aan de boodschappen die er doorkomen. Die Kelke 10 energie, maar dat is een hele mooie energie om mee te beginnen voor de aankomende weekend. Ondanks dat we hier inderdaad ook wat gespannen situaties en problemen hebben liggen op de tafel. Beschuldigingen wellicht, angst, zorgen maken. We hebben een koningin van staven. En de energie die tijdens het voorschudden heel sterk naar voren kwam qua sterrenbeelden was inderdaad die vuurenergie, ram, leeuw, boogschutter. Maar ik zag ook heel sterk maagdenergie en boogschutter. En ram was iets wat echt van de vuurtekens eruit sprong. Dus het kan zijn dat je te maken hebt met een vuurteken, of dat je zelf een vuurteken bent, of dat iemand of jij een plaatsing hebt in ja, die vuurenergie, ram, leeuw, boogschutter. Koningin van Staven. Ook weer een kaart waarbij het belangrijk is dat je die balans weet te houden. Koningin van Staven is heel gepassioneerd, heel gedreven. Zet zich overal voor de volle 100% voor in. Volgt haar hart, haar passie, temperamentvol, onafhankelijk en heel zelfverzekerd, deze Koningin van Staven. Het kan ook iemand zijn in je omgeving die voor wat conflict zorgt of die wat dramatisch doet over een situatie. Als dit niet je eigen energie is. Met het kaarten die we hier hebben liggen. Kijk, en onder die koningin van staven, nu onder op het dek, hebben we weer de krachtenergie. En dit is echt het temmen van je innerlijke beest. Dus je inderdaad rustig proberen te houden. Je kalm te houden. Ik zag de gematigheid kaart. Een kaart van letterlijk matigen, maar ook de kalmte bewaren. Rust. En geduldig zijn. Was wat naar voren kwam. Voor sommigen van jullie ga je echt, als je inderdaad in een soort van conflict situatie komt, je wat terugtrekken. Dat was ook een hele duidelijke energie die naar voren kwam. Je terugtrekken en ja, je keert je een beetje in jezelf, heb ik het idee. Universum. Wat is de boodschap? Wat mogen we ontvangen voor het aankomende weekend, 27 en 28 april 2024? Nog twee kaarten alsjeblieft. Oeh, de duivel. Kan een kaart zijn van obsessie, van ongezonde patronen, toxische relaties, verslavingen. Ja, noem maar op. We gaan dadelijk kijken waar die kaart mee te maken kan hebben. Voor sommigen van jullie ben je zo erg gefocust op een bepaald doel wat je voor ogen hebt met die koningin van staven. Je wil die controle behouden, want ook de duivel is een kaart van controle. De koningin van staven is iemand die alles onder controle wil hebben. Dus je kunt wat obsessief ergens mee bezig zijn. Dan is de boodschap inderdaad, probeer wat te matigen. Probeer meer balans te vinden. Universum, we mogen nog meer ontvangen van het aankomende weekend. Een koningin van pentakels. Dus we hebben nu twee koninginnen. En we hadden hier ook een kaartje kunnen te maken hebben met een vrouw. Dus een situatie die zich voordoet. En dit kan te maken hebben met jullie relatie. Want de duivel ligt tussen deze twee koninginnen. En dit is stier, maag, steenbok. Met de duivel hebben we nogmaals steenbok-energie. En hier die leeuw-energie ligt nog steeds onder het dek. Dus aarde-energie, vuur-energie. En nog meer aarde-energie onder het volgende dek met de kluizenaar. En dit is iemand die zich terugtrekt om te reflecteren. Een innerlijk licht schijnt. Dus echt ook reflectie naar jezelf toe. Maar het kan ook te maken hebben met een bepaalde relatie die je hebt. Of situatie waar je in zit. Die je toch, ja, waar je wat dieper op wil kijken, voelen. Of waar je inderdaad het idee van hebt, ik trek me even terug hiervan. En we hadden net die kaart waarin inderdaad gesproken werd over een aha-moment. Nou, ik heb hier de gerechtigheid liggen, de magier en de dwaas. Dus vier grote arcana-kaarten achter elkaar. En die grote arcana-kaarten die staan echt voor ja, grote veranderingen of significante situaties die zich voordoen. En je kunt een besluit nemen of inderdaad de situatie ineens kristalhelder zien door dat aha-moment wat je kunt krijgen.
dat een bepaalde situatie of persoon, dat je daarvan wil terugtrekken. Dat het niet is bij hetgeen wat je wil manifesteren. En dat het tijd is om een keuze te maken. Een andere richting op te gaan. Voor sommigen van jullie heeft het te maken met een soort van risico wat je gaat nemen. Maar ja, ik zie hier de kreeftenergie met de zegenwagen. En dat is die victory die we zagen, die overwinning. En de aas van staven met de schildknaap van kelken. Voor sommigen van jullie is er inderdaad een soort van probleemsituatie. En krijg je in één keer dat aha-moment van, ja, dit is hoe we verder kunnen gaan. Dit is hoe we balans kunnen creëren in deze situatie. En ben jij degene die inderdaad die balans of dat succes gaat manifesteren? Zorg dat er een bepaalde overwinning gehaald wordt. Waarom ligt hier de krachtkaart? Waarom ligt hier de krachtkaart als algemene energie, universum? De krachtkaart kan ook te maken hebben met compassie, vergeving, vriendelijkheid naar anderen toe. Maar ook inderdaad, ja, jezelf temmen als het ware. En als jij inderdaad in die vurige energie zit, ja, probeer wat dat temperament wat voor jezelf te houden. En gewoon praktisch te zijn in de situatie met die koningin van pentakels. Op een volwassen manier reageren. En ook als je te maken hebt met iemand die wat ja, dramatisch kan reageren, zorg dan dat jij degene bent die gewoon geaard is en rustig blijft in de situatie. Waarom ligt hier de krachtkaart? De wereld. Een kaart van voltooiing. En dit kan een succesvolle voltooiing zijn met de wereldkaart. Want dit is iemand die alle stappen heeft doorlopen eigenlijk. Ook in de tarot. Dit is de laatste kaart. Dus van hieruit ja, heb je eigenlijk je lessen geleerd. En begint er een nieuw hoofdstuk. Dus het is tijd dat er iets afgesloten gaat worden. En jij kan de initiator zijn. Of inderdaad de magier in dit geval. Die we net zagen met de tweeling energie. Die ervoor zorgt dat ja, misschien door een manier waarop je reageert, dat een bepaalde situatie gaat veranderen. We hebben de wereldkaart. Kijk, en dan hebben we ramenergie. Die kwam ook tijdens het voorschudden naar voren. Iemand gaat de leiding nemen, de controle nemen. Aas van zwaarden. Oeh, kaart van helderheid. Het aha-moment krijgen waar we het over hadden, maar ook actie te durven ondernemen ergens op. Dus stappen te zetten. Oh, wauw, wat een kaart. De aas van pentakels en het rad van fortuin met de zwaarde 3 en de zwaarde 4. Ja, iemand is echt hier aan het denken over hoe gaan we dit oplossen op de lange termijn. Je luistert naar je intuïtie, naar je gevoel. En als je ja, het moeilijk vindt, je bent nog ergens over na te denken. Je terug aan het trekken ook met die zwaarde 4. En kan ook een kaart zijn van healing. En die healing kan te maken hebben met ja, teleurstellende situaties, pijn, verdriet, gebroken hart met de zwaarde 3. Er gaat positieve vooruitgang komen met het Rad van Fortuin. En de dingen die er gebeurd zijn, dat heeft ook een bepaalde reden gehad. Maar je wordt nu inderdaad vanuit spirit, vanuit het universum, een andere richting geleid als het ware. Iets wat stabiliteit brengt voor de toekomst, veiligheid, zekerheid. En het kan te maken hebben met stabiele relaties. Het kan te maken hebben met werksituaties. Nieuwe kansen, nieuwe mogelijkheden die we zien liggen hier. Een plotselinge vooruitgang nadat een situatie heel langzaam is gegaan. En voor sommigen van jullie te langzaam. Je ziet misschien geen verbetering, geen vooruitgang. En je besluit inderdaad om ja, je plannen te maken om een andere richting uit te gaan. Iets waar je actie op wil ondernemen. Waarom ligt hier de koningin van staven? En de koning van pentakels. Stier, maar steenbok weer. En de zonkaart. Leeuwenergie. Oeh, en dat had ik niet gezien. De duivel ligt er weer tussen.
Dus de duivel ligt tussen die koning van pentakels, wat staat voor succes, stabiliteit, zekerheid. De duivel en de zon. Ja, het kan echt te maken hebben met die balans. Je kunt obsessief ergens mee bezig zijn of heel erg gefocust zijn bijvoorbeeld op materiële. We hadden net een kaart Get Back to the Basics. Die ligt hieronder de zon, de zonsopkomst. En hier ligt ook weer die zon die we terugzien. De zon is een kaart van dingen die zichtbaar worden. Een spirituele ontwaking, een besef, dat aha-moment weer. Maar dat heeft ook te maken met optimisme. En die kinderlijke speelse energie. Ja, kijk, het kind zit helemaal naakt op het paard, trekt zich niets aan van zijn omgeving. Voelt zich vrij, voelt zich gelukkig. Bevrijd van iets. Het kan letterlijk te maken hebben met een aardeteken, een stier, maagd, steenbok. Ik zie nu onder op het dek hier de zwaarde 5. Het kan een kaart zijn van conflicten, het kan een kaart zijn van een verlies. Het kan een kaart zijn die te maken heeft met iemand die wat manipulatief is, aan zichzelf denkt. Niet nadenkt over de gevolgen van zijn of haar gedrag. Maar ook iemand die wat oneerlijk kan zijn. Of iemand die je misschien iets niet gunt. En het kan dus een aardeteken zijn. En het kan het aankomende weekend echt heel goed zichtbaar worden of duidelijk worden voor je. We hebben twee keer die koningin van pentakels. Of twee keer, ja, de koning en de koningin van pentakels. Twee keer de duivel. Waarom ligt die duivel hier? Ook het sterrenbeeld leeuw hebben of een plaatsing in leeuw. Ze hebben heel sterk leeuw, maar ook stier, ram, steenbok. Oeh. En veel persoonskaarten. Voor de duivel hebben we hier nu een koningin van zwaarden, luchtenergie. Tweeling, weegschaal, waterman. En weer die koningin van pentakels. En die kwam er omgekeerd uit. En dit is iemand die normaal heel trouw is, loyaal is. Met die koningin van zwaarden erlangs. Ja, die koningin van zwaarden die heeft een wat koude, kille, afstandelijke houding. Staat klaar met haar zwaard. Wil rechtvaardigheid. Neemt geen onzin aan. Ja, dit is echt iemand die met haar zwaard omhoog zit om knopen door te hakken. Dus ik heb heel sterk het gevoel, degene voor wie bij die, deze reading gaat resoneren, heeft of ja, vuurenergie heel sterk, maar ook luchtenergie. Tweeling, weegschaal, waterman. En de persoon waar je mee te maken hebt, heb ik het gevoel, is die aardeenergie. Dit kan een vriendin zijn, dit kan een vrouwelijke energie. En dit kan ook een vriendin, het kan familielid zijn. Maar ik zie dat je heel recht door zee gaat zijn met deze persoon. En het kan zelfs zo zijn dat je iemand echt aanspreekt op zijn of haar gedrag. En ik heb het gevoel dat het echt een vrouwelijke energie is. En dat jij in de mannelijke energie gaat zitten. Er kan ook iets aan het licht komen over oneerlijkheid. Omdat we hier een koning hebben met een keizer en drie koninginnen. We hebben de koningin van staven, koningin van zwaarden, koningin van pentakels. Het kan ook te maken hebben met derde partijen. Ik zag de zwaarden 3 voorbij komen, de pentakels 3. Dus voor sommigen van jullie heeft dit te maken met een derde partij, oneerlijkheid die daar plaats heeft gevonden. Een bepaald ongezond gedrag. Wat aan het licht gaat komen, ja. Of je eigen energie waar je bewust van wordt van het is nu tijd om de dingen anders te doen.
En je gaat daarin inderdaad knopen doorhakken, de controle nemen om in plaats van te handelen vanuit je emoties, je ego, nu op een meer praktische manier te gaan handelen. Meer down to earth zijn. Het kan zo zijn dat een manier van reageren of obsessief bezig zijn met iets je niet het gewenste resultaat heeft gebracht. En je gaat daar nu zelf weer die leiding, die controle in terugnemen. Om dat voor jezelf af te sluiten. Om ook niet meer toe te geven aan die verleiding. Om zo te reageren of om obsessief met iets bezig zijn. Met iets, met je werk bijvoorbeeld, het werken aan je financiële situatie en maar door blijven gaan. Dit is iets waar je van, iets wat je uit balans brengt, waar je van gaat terugtrekken. En dat kan dus ook te maken hebben met een specifieke persoon. Het kan te maken hebben met meerdere personen. Waarom ligt hier de koningin van Pentakels? Dus het kan voor iedereen anders resoneren, maar het is wel eenzelfde soort energie. Waarom ligt hier de koningin van Pentakels? Richt je op die basis, datgene wat je al allemaal voor jezelf bereikt hebt, maar je wil misschien meer. Want die duivel is ook een kaart van extreme. Dus misschien is je financiële situatie in balans. Ben je succesvol in hetgene wat je doet, maar wil je toch net dat beetje extra, toch meer, toch door willen gaan, over je grenzen gaan, en waardoor je ook wat emotioneel uit balans raakt. Kijk hier, de balanskaart, de Pentakels 2. Die koningin van Pentakels met de balanskaart. De koningin van Pentakels is iemand die al die prioriteiten, al die ballen in de lucht houdt. Zij zorgt voor een stabiele relatie. Ze zorgt ervoor dat het huis daar netjes uitziet. Ze zorgt voor de kinderen. Ze zorgt ervoor dat haar werk, dat ze voldoende tijd aan haar werk besteedt. Ze is iemand die alles mooier maakt. Iemand die alle ballen op een succesvolle manier in de lucht houdt. Situaties goed kan managen. En dan hebben we de kelken 5. Rouwen over iets wat niet succesvol is. Of iets wat je teleurgesteld heeft. Blijven focussen op datgene wat fout gegaan is. In plaats van focussen naar de mogelijkheden, de kansen, de paden die er voor je open liggen. En daar inderdaad met goede moed op focussen. Want dit is ook een kaart van focus, die ridder van staven. Iemand die het avontuur aangaat. Iemand die niet bang is om fouten te maken. Heel optimistisch is. Ervan uitgaat, het gaat helemaal goed komen. Heel zelfverzekerde energie ook weer. Die vuurenergie. Ja, besef dat er iets moet veranderen in de situatie. Helderheid krijgen, inderdaad. Je gaat iets op dit aankomende weekend, iets of iemand ga je op een andere manier zien. Een relatie die je hebt, of een relatie met jezelf, bepaalde gedragingen van jezelf, een bepaald patroon wat zich steeds herhaalt met die duivelenergie. Je gaat iets op een andere manier zien en een soort van ontwaking ervaren over een situatie, over jezelf of over een andere persoon. Waardoor je uit die gehangene energie komt. Dit kan ook een energie zijn van jezelf opofferen in een relatie. En je gaat het nu anders zien, je gaat je daarvan terugtrekken. En als er een gespannen sfeer komt of heb ik ook het gevoel dat je in jezelf zult keren. Maar je beseft inderdaad, er zijn andere mogelijkheden, er zijn andere kansen. En besluit om je inderdaad terug te trekken. En als het iemand is die heel na aan het hart staat, en het kan, zoals ik zei, een diepe vriendschap zijn of een familielid, dan is het voor sommigen van jullie een hele moeilijke emotionele beslissing. Om dat te doen. Maar ik zie wel heel duidelijk dat er die energie, de optimisme er is om inderdaad ergens aan te willen werken.
of werken aan je eigen situatie. En het kan nodig zijn om bepaalde dingen achter te laten om iets te manifesteren wat je graag wil, om dat gevoel van geluk met die kelken 10 te kunnen ervaren. Iets afsluiten kan een keuze zijn die je maakt voor je eigen hoogste goed. En voor sommigen van jullie, als het te maken heeft met familiesituaties, heb ik het gevoel dat een bepaalde situatie zich zal verbeteren. En jij kunt, de manier hoe jij reageert, kan inderdaad die katalysator zijn om, iets op een bepaalde gewenste manier te kunnen oplossen of in balans te kunnen brengen. Dus dat is heel sterk de energie. Ik zie hele diepe emoties die te maken hebben met een bepaalde situatie. En voor sommigen van jullie heeft het dus te maken met inderdaad een bepaald patroon wat je hebt. Hard werken, je financiën, misschien wat materialisme. En die onzekerheid, je wil controle houden over een situatie. Maar het kan in het extreme gaan. En het is dus tijd inderdaad om te matigen. Want je kunt inderdaad heel erg gefocust zijn op alle negatieve kanten. Waardoor je de positieve dingen niet meer ziet. En dit put je ook lichamelijk uit. Er gaat dus plotseling iets plaatsvinden. Een grote verschuiving voor sommigen van jullie. Dus dat is de energie. Laat me zeker weten hoe het resoneert. Ik wens jullie een heel mooi weekend toe. En tot de volgende keer. Dag!